this is one of these other princes. I'll just go. Observe this, girls. I'll go and equate to myself. The Prince of Holland. Don't you remember me? We used to write each other. Oh, that one letter you mean? Oh, yes, I couldn't grasp anything from it. Everyone here kept telling me you'd become terribly ugly. Skinny with scrawny legs and such hairy fingers. Oh. rumors. Is that your reason for not writing me back? Well, then every time I'd receive one of your letters, I'd think of the hairy fingers you wrote it with. They've only told you this to put me in bad light. I'm a crown prince, just like you. I've been told there's nothing royal about your family. That your grandfather was simply some kind of mayor. Stockholder. But that's the phase before becoming a sovereign king. After I defeat Napoleon, my father will be king of Netherlands for a few years, and then I will be next. But you do understand it's rather tasking being king. Well, I know, but my great-great-great-uncle was crowned here in England, in Westminster. King Billy? Mm-hmm. Oh, but he was ever so strange. They say he preferred men to women. Huh. My grandfather's still the king officially, but he started talking to trees. Huh. To that one. And my father has just grown so terribly suspicious. He had my favorite dog put down when I told him even a dog could run the country better than he could. I would never do that. Never. You never know. They would love to see us engaged. Pardon, what did you say? Engaged? Mm-hmm. Oh, excuse me. You're most certainly not the only candidate. Please only return when you've officially been crowned. Ondertussen werd Napoleon steeds zwakker in Europa. Onder leiding van de Russische tsaar en in ons land onder leiding van Van Hogendorp begon men weer eens aan nieuwe monarchieën te denken. En men vond dat koninkrijken moesten samenwerken. En zo kwam het. 13 november 1813. De familie, inmiddels uitgebreid met Guido's jongere broer Frederik en een klein zusje Marianne, kwam terug in Nederland. Maar wat vinden jullie? Hè? De toekomstige staatsvorm van Nederland. Daar gaan we binnenkort over onderhandelen. Hoe zal men mij aanspreken? Keizer? Of imperieur? Nee, malle Frits. En dan moet hij keizerin worden, zeker. Wij hebben de Oranje-dynastie. Die moeten we volhouden. Maar wat voor titel hoort daarbij? Koning. Want als u koning wordt, word ik prinses. Want ik wil prinses zijn. Oh, schatje. En waarom niet gewoon weer stadhouder, lief? Niemand weet wat daarmee bedoeld wordt. Dus kun je ook geen velen maken. Nee, die kleine Marianne heeft gelijk. Gun Nederland en België toch hun eerste koning. En dan zeg je er meteen bij dat je zo'n koning zult zijn met een constitutio. Grondwet. Grondwet. Dus met iets grondwetachtigs in je ene hand en de Bijbel in je andere hand. De eerste koning van Nederland. En dan laat je je aanspreken met majesteit. Ja, majesteit. Wat een arrogantie. U kletst hier over welke naam de veer zal krijgen die in uw achterwerk komt, toch? Terwijl Napoleon in Brussel notabene, met zijn benen op tafel ligt. Geloof mij, als hij op kracht is, dan zal hij deze deur binnenstormen. Jaag hem dan weg. Huh? Wees een man. Versla die Napoleon Bonaparte. Huh? Hey, laat maar zien wat je allemaal op die militaire academie geleerd hebt. Oh. Goed zo, hoor. Meteen beginnen. Oh. Hey.
Hoe denk je dat het op mij zal staan? Hè? Kroon op mijn hoofd? Wij hebben u en uw familie naar Holland teruggehaald. Terwijl Napoleon de slag voert. Terwijl we niet zeker zijn van de wil van het volk. Terwijl het woord democratie in de lucht hangt. Terwijl de koninklijke hoofden over straat hebben gerold. Wij moeten uiterst voorzichtig zijn. Zeker. Dus u heeft misschien een soort ambtelijke functie voor mijn familie in gedachten. Iets van heel eenvoudige dienstbaarheid. Nee. Misschien is dat ook het best. Nee. Absoluut geen sprake van. Nee, ik heb niet al die moeite gedaan om u via Duitsland, Engeland naar hier te krijgen... om u vervolgens te laten verdwijnen. Het is voor het voortbestaan van de lage landen als natie absoluut noodzakelijk... dat er een nationale identiteit wordt geschapen. En dat gaat het beste met uw familie. Het Huis van Oranje als een bindend element. Nou, ik weet het niet, hoor. Nee, het gaat toch niet om uw capaciteit als regeerder. Maar meer als, ja, om uw functie als symbool. Ja. Heren, iets anders. De handel met Amsterdam is minder geworden. Dat moet u toch ook opgevallen zijn. Hè? Nou heb ik gedacht, wij moeten het omringende water beter gebruiken. Wij moeten kanalen graven. Er moet een vaarroute komen van Amsterdam naar Den Helder. Dat zal de handel doen toenemen. Er moeten meer van dat soort vaarroutes komen. Dat vindt u toch ook? Ik vind het een prachtig idee, Hoogheid. En dan natuurlijk zal er ook meer aandacht moeten worden besteed aan de textiel in het oosten van het land. En er moet een centrale bank komen. Een centrale Nederlandse bank. Misschien is de monarchie een te zware en ondraaglijke taak voor mij. Wij kunnen die taak verlichten. Ja, maar wat dan nog? Holland heeft nog nooit een koning gekend. Uw ideeën zijn voor ons land natuurlijk goed te gebruiken. Wat bedoelde u zojuist met mijn taak verlichten? Nou, dat is helemaal aan u. U kunt uw verlangens aan ons kenbaar maken. Binnen een door ons goedgekeurde grondwet? Ja. Nee, een grondwet zal er zeker moeten komen. Ik denk dat ik het koningschap niet eens accepteer, tenzij... En er moet een staatsloterij komen. En een scheiding van kerk en staat, net als in Frankrijk. Oh, en de noordelijke en zuidelijke Nederlanden... Die blijven één natie. Absoluut, Brussel is van ons. Ah, dat zijn zo een paar zaken, Sire. Dat is toch prachtig? Dat is toch allemaal prachtig? Ik vind het allemaal prachtig. U moet... U mag. U krijgt er dan het paleis op de Dam bij. Ja. En dan is er nog één ding. Ik geloof dat een algehele democratie... dat regeren onmogelijk maakt. Derhalve zullen mijn ministers ambtenaren zijn. Maar ik zal elke week één dag de deuren van Paleis Noordeinde openstellen... zodat iedereen met mij kan praten. En dan bedoel ik ook echt iedereen. En voorts vloeit 5% van de nationale begroting naar mijn familie. Kalm. Alsjeblieft. Kalm. Goed. Heren, beslissen wij tot soeverein vorst. Tja, zo kwam de troon dus in onze familie. Hebben we eigenlijk wel een troon?